Nou, als je nou niet op vakantie gaat, ik heb 3 tips voor je. Wat het heel erg leuk is natuurlijk om naar de Van Dixon driehoek te gaan. De duinen groeiden daar dicht, zeg maar. Die zijn we opengemaakt. En het is heel leuk om daar doorheen te lopen, dan wel langs te fietsen. En misschien meteen een duik in de zee te nemen als je daar toch bent. Als je in de Bollenstreek bent, dan zou ik de fiets meenemen, dan wel een fiets huren. Dat kan ook bij het openbaar vervoer. En dan langs de treinen van het Zuid-Hollands Landschap fietsen. En je kan ook naar de Kaag fietsen. Dan kan je met de pontje nemen, dan kan je fietsers meenemen, dan kan je door Leiden fietsen. Is gewoon heel erg mooi om hier een rondje te fietsen en de diverse treinen te bezoeken en ergens op een terrasje wat te drinken. Nou, in het Westland hebben we het Staalduinse Bos. Dat is ook echt een groene postzegel tussen alle bedrijvigheid daar, met de kassen en de wegen. Een stukje groene natuur waar het warm weer lekker schaduw is. Echt de moeite waard om daar een keer op bezoek gaan te brengen.